Vandaag start op veel plaatsen bewolkt in ons land, maar in de loop van de dag gaat die bewolking weer oplossen. Op de satellietfoto zien we ook een strook met dunnere bewolking over het zuiden, midden en oosten van het land. En daar breekt dan waarschijnlijk als eerste de zon door. Alsnog veel bewolking dus vanochtend, op sommige plaatsen nog een mistbank, maar dat lost allemaal heel snel op. Veel wind is er niet, meestal zwak uit het noordwesten en daarbij temperaturen in de ochtend rond een graad of 9, maar in de middag lopen die op naar 13 tot 17 graden. Onder hardnekkige bewolking blijft dit iets kouder, de wind neemt wat in kracht toe, maar op de meeste plaatsen verwacht ik wel dat de zon doorbreekt. Vanavond zijn er dan wolkenvelden en opklaringen, op de koudste plaatsen daalt het kwik naar ongeveer 10 graden. Morgen ziet het weerbeeld er een stukje anders uit. Zon, wolkenvelden, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking en van het westen uit kans op diverse buien, mogelijk lokaal ook met onweer. Voor die buien uit loopt de temperatuur op naar 12 tot lokaal 16 graden en daarbij waait de meest matige noordwestenwind. Vanaf vrijdag dan tapt het weer toch in een heel ander vaartje. Wisselvallig, met elke dag wat zon maar ook buien en temperaturen ruim beneden normaal, met op de meeste plaatsen maxima rond 10 graden. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl.